Goed, ik hoop dat jullie wat goed kunnen zien. Ja, je hebt gemerkt dat ik eigenlijk al een hele grote pot inkt heb. Dus ik zou zeker het recept aanpassen op kleinere hoeveelheden. Ik ga die ook op de website zetten. Hoeveel dat je dan best neemt voor het gekleurd en gewenste hoeveelheid inkt. Ja, wat kun je allemaal gebruiken om met de inkt te tekenen? Evident. Met inkt kan je altijd best met een. Ik werk altijd met een borstel. Ik heb eigenlijk wel, als ik met inkt werk, hele dure borstels. Dat is een beetje iets duurdere borstel. En de beste borstels zijn natuurlijk borstels die zo heel goed in een punt gaan, hè. Dus je kan heel makkelijk tekenen. Ik had dan dikker, lager. Vond je dat leuk? Ik vind die bruine inkt wel heel leuk, omdat die zo, ja, dat tekent oud. Hoe meer water inkt je opneemt natuurlijk, hoe intenser het kleur gaat zijn, hè. Dat is nooit zo, als het droog is, kan je er nog een keer over gaan. Borstel. Kleinere borstels. Iets goedkopere borstels geven een minder grote punt. Oei. Een lange haren. Ja. Misschien moet ik me toch laten knippen, maar ja. De kappers mogen niet meer, hè. Bijna niet meer. Wat kan je nog gebruiken? Pennetjes, als je die thuis hebt. Heel fijn. Combineren is ook altijd heel leuk. Plezant. Interessant. Er zijn verschillende pennen op de markt. Als je merkt trouwens dat een pen niet meer schrijft, soms kan het zijn dat dat komt omdat je bijvoorbeeld met je hand aan een pen hebt gezeten. Dus als je daar aan hebt gezeten, dat is vet. En soms kan het zijn dat die pen gewoon niet meer schrijft. Waarom niet? Omdat een klein beetje vet van je hand aan die pen hangt, die pennendop. En dan, ja, dan is het vrij moeilijk om nog water op te pakken, want de inkt dat wij nu gebruiken is waterinkt. En ja, dus water en vet gaan niet samen. Dus een tip: gewoon even wassen met zeep. Dus hoe zeep in uw dop van uw pen doen. Dus hier goed zeep aan doen. Ik ga het zien. Hier, dus wassen met zeep. Heel goed inzetten. Weer water in doen. Weer in de water. En dan zou die veel beter moeten werken. Werkt dat nog niet? Ja. Nog een keer proberen. Want het is eigenlijk ontvetten wat je moet doen. Je ontvet eigenlijk gewoon de dop van de pen. Leuk ding. Een rietpen. Dat is eigenlijk heel oud, maar dat is een heel oud instrument. Gereedschap. Heeft eigenlijk ook wel een hele mooie lijn. Voilà. Heb ik nog iets? Ah, ja. Dat wil ik jullie nog laten weten. Ik zelf heb dat heel lang niet geweten. Maar zo van die passers. En bij je passer zit er zo een zo'n apparaatje zo. En eigenlijk dat is een trek. Ik had juist het woord, een trekpen. Ja, dat noemt dus een trekpen. Voor je dat dan niet weet. En je kan dat demonteren. Normaal gezien. Je kan dat dus demonteren. En als het toelaat, en dat zit in jouw set van passers, zit er ook nog zo'n stok bij. Een stok. En dan mag je denken dat je trekpen kan gebruiken zoals een schrijfinstrument. Nu, er is hier zo een regelbaar dingetje aan. Wat doe je daarmee?
Ja, dat is zo fijn mogelijk. Is dat zo mooi dat jullie kunnen zien. Hier regel je de dikte van je trekpad. Je moet een klein beetje open houden. Kijk maar een keer, ik denk dat er bijna iedereen heeft dat liggen en weet niet wat dat is. Ik heb het ook nog pas later geweten toen ik in de academie zat hoor. En die maken hele mooie rechte lijnen. Als je kan zien. En wat leuk is, door dus aan dat knopje te draaien. Boep. Kan je dus regelen hoe dik je inktstreep is. Nog even verminderen. Oh, dat is tof hè. Die inkt. Oeh, we hebben ons eigen inkt gemaakt. Voilà, hopelijk was dat interessant. Heb ik nog dingen dat je kan gebruiken? Nee. Dat is goed voor vandaag.